Wales. Wales, Tsjechië, Wit-Rusland en Estland. Tegen die landen moeten de Rode Duivels spelen en winnen om naar het WK voetbal te mogen in 2022 in Qatar. Er zitten een paar oude bekenden bij. 4 jaar geleden verloor ons land bijvoorbeeld tegen Wales op het Europees kampioenschap voetbal. Folks binnen, 3-1. Hopelijk gaat het nu beter. De Rode Duivels spelen niet tegen kleppers zoals Frankrijk of Spanje. Die kunnen ze allemaal vermijden. Dus het zou moeten lukken om mee te doen aan dat wereldkampioenschap in Qatar. Qatar is een land in het Midden-Oosten. Er wonen zo'n 3 miljoen mensen en het ligt in de woestijn. Het is het rijkste land ter wereld omdat er veel olie en aardgas in de grond zit. En het is er vooral ook heel warm. Daarom wordt er deze keer niet in de zomer gevoetbald. Dan is het veel te warm in Qatar. Soms wel 40 tot 50 graden. Niet ideaal om goed te spelen dus. Daarom houden ze het WK nu in november en december. Kei leuk dat je deze video bekeken hebt, maar als je nu nog slimmer wil worden, dan zou ik hier ook eens klikken. Doen hè?